Deze week zijn mijn ouders hier en we hebben even lekker de omgeving verkend. Het is natuurlijk leuk om eventjes alles te laten zien waar we wonen. En deze week gaat er iets anders uitzien voor jullie misschien. De vlog die gaat natuurlijk gewoon door. Ons leven gaat natuurlijk gewoon door. Maar ja, het gaat wel even een ander tempo. We gaan leuke dingen doen met mijn ouders natuurlijk. Maar we hebben nog wel wat klusjes om huis die klaar moeten. Dus daar nemen jullie natuurlijk uiteraard gewoon weer in mee. Maar het is wel weer even heel leuk. Twee weekjes zijn ze bij ons. Dus dat vinden we fantastisch. En we hebben eventjes een lekkere wandeling gemaakt. De herfstkleuren bekeken. Onze boom die wordt al zo mooi. Nog eventjes en hij is helemaal rood. De Noorse esdoornen zijn in de omgeving echt een beetje de eerste bomen die zo mooi rood en oranje worden. Super mooi. Kom maar, jongen. De eerste keer dat Sammy nu naar buiten is gegaan. Poes doet het voorzichtig aan. We hebben de eerste keer even met het tuigje gedaan, maar dat houdt hem ook alleen maar tegen als hij een kant op wil of terug wil vluchten. Dus. Ja, en als hij echt weg zou gaan, zou je het tuigje ook loslaten als hij naar binnen wil. Ja, en we hebben dus nu een GPS-tracker aangeschaft voor hem. Hij heeft een bandje om, er zit een goede app bij, dus we kunnen hem goed in de gaten houden mocht er wat gebeuren. Ja. We zijn er niet zo bang voor. Het is nu 3,5 week geleden dat we hier kwamen en dat hij zo lang binnen heeft gezeten. Dus, Hij kent alle hoeken vanaf het glas, vanaf alle vensterbanken. En nou moet hij gewoon de tijd nemen om om zelf te ontdekken wat hij wil, denk ik. En hij gaf nu een beetje zelf aan door bij de deur te zitten dat hij op zich wel wil. Ja. Precies, wil hij nog een keer. Nou, we willen gewoon straks gewoon dat hij de voordeur kent, want daar moet hij bij de veranda gaan zitten. Als hij naar binnen zou willen en wij zijn niet buiten. En we willen dat hij de schuur kent met het kattenluik straks. Dus kijken of we hem een beetje kunnen begeleiden straks. Maar eerst maar eens dit veilig voelen, denk ik. Dat is belangrijk. Dat doen ze echt wel op hun eigen tempo. Yeah. Stel de minst handige plek waar je nou kan gaan zitten, Sammy. Onder de veranda. Jongen. Van alle plekken die hij kan ontdekken, gaat hij dit gat in. Oh, oh, oh. Waar is hij? Ja, daarachter helemaal. Jongen. Nou, via de voordeur. Wat zie je, jongen? Hier zit ook muizen. Hij ruikt echt die muizen, joh. Ja, je weet precies waar ze zitten. Beetje vals spelen met snoepjes. Kijk of die het katten leuk in wil. Ja, dat leuk ken je nog, jongen. Slim, hè? Veel te slim. Nou rent hij terug naar huis, denk ik. Zo. Dat moet zijn veilige plekje worden. Vandaag zijn wij eventjes te vinden op ons houtplekje. Daar wilden we heel graag wat opruimen. Er ligt namelijk heel veel zaagsel. En ja, die stronken. Dan heb ik al eerder verteld dat we die daar uit de bosjes hebben geplukt. Ja, en platen. We weten eigenlijk niet wat we zo goed met deze moeten. Nee, met deze boomstammen. Want het is natuurlijk wel brandhout. Misschien moeten we het ook gewoon in de schuur leggen. Zodat het droog. Want het is niet verrot. Het verrot is eruit gevallen of het ligt daar nog te verteren. En die bult, ja, die is echt verrot. Daar doen we niks meer mee. Maar deze moeten we misschien ook maar in de schuur leggen. Dan drogen ze nog. Gewoon bij ons in de schuur. Ja, in het oude hout ook, zeg maar. Inderdaad. Dat is misschien een betere plek. En het doel is dan uiteindelijk om die dakplaten zijn dat vrij te krijgen. Ja. En dan het boompje. Ja, deze eikenboom, die willen we wat vrijmaken. Dus deze bomen hier, die moeten wat weg. Deze takjes, platen weg. En dan is dit wat meer opener. En dan kunnen we het zaagsel opruimen. En dan kan hier weer wat hout liggen. In ieder geval die bielse. We willen allemaal daar wat neerleggen, zodat we hier gewoon een goede plek hebben voor het hout van volgend jaar, als dat ooit komt. Zeg maar na de winter. Die pallets gaan weer naar de schuur. Daar hebben we straks een ander projectje mee. Ook hebben wij natuurlijk heel veel laten zien over het hout dat wij hebben verwerkt in onze tuin. Wat er al lag. En dat is allemaal hout van volgend jaar. En we hebben wel eens ook gehad over het hout dat wij hebben voor dit jaar. Dat is hout wat al lag in ons houthok. En dat was niet veel. Nee. We hebben daar een beetje aan kunnen toevoegen van die hele oude dode boom. Een paar weken, maanden terug al. Een van de eerste bomen die we zaagden. Dat is echt een hele oude dode boom. Die was al droog. Dus die hebben we daar aan kunnen toevoegen. Maar nu het weer wat frisser wordt en we nog meer naar het hout ook kijken, ja, dan zijn we toch wel achtergekomen dat we toch wat hout erbij willen hebben.
Nou, we hadden eerst in de planning om gewoon eerst dit op te gaan stoken, wat er nog in lag. En ja, dan gewoon aan het hout voor volgend jaar te komen. Precies. Alleen, ergens is dat zonde, want dan sta je weer 1-0 achter volgend jaar. Ja, en dan dat hout is natuurlijk niet droog. Dat zouden we dan in huis gaan drogen een paar weken. Ja. Maar dat is een gesjouw van niks. Nee. Dus we zijn ook een beetje aan het rondkijken voor ander hout. En we hebben ondertussen wat hout gevonden dat wij gaan kopen. Morgen gaan we dat ophalen, als het goed is. Ja, en als dat is vorig zomer is dat gezaagd en zo. Zomer van 2023 is dat gezaagd, gekloofd. Dus in principe is dat dan zeg maar nu al een jaar oud. Ja. Maar dat zetten we dan niet in dit houthok, maar dat leggen we in ons oude houthok in de schuur. Dus in dat rechte gedeelte van de schuur gaan we dat daar opstapelen. En dan kunnen we dat aan het einde van deze winter, mocht het nodig zijn, gebruiken. Mm-hmm. Want eerst wilden we dan het in het hok van dit jaar gaan leggen en dan overstapelen, af en toe een beetje pakken en mixen. Maar niet handig, we hebben nu toch ruimte zat daar. Ja, en je weet niet of je er toe bent. Ik bedoel, als we echt in nood komen, dan zou je ook nog het hout van dit jaar kunnen gebruiken. Maar we leggen het dus gewoon apart, zodat we het ook apart kunnen gebruiken. Ja, het is gemengd hout, het is geen werkenhout alleen. Het is gemengd hout. Dus vonden we een mooi prijsje, 600 kronen per kuub volgens mij. Gedroogd. Nou ja, ze noemen het gedroogd. Ze noemen het al heel gauw gedroogd. Hier als het een jaar oud is, noemen ze het al gedroogd. Ja. Maar dat is dus 600 kronen. Dus wat is het? Net 50 euro per kuub. En we nemen 3 kuub. 3 kuub, ja. 2 big bags. Dat gaan we morgen even ophalen, vlakbij in de buurt. Dus dat gaan we morgen zien. Ja. Maar eerst even dit. En dan is dit ook weer wat opgeruimd. Misschien komen de hulptroepen, mijn ouders nog even erbij om te helpen. Moet even zien. Die waren lekker aan het rondtoeren in de omgeving. Die vinden het hartstikke leuk natuurlijk om wat van de omgeving te zien. Ja. En Sammy de poes. Nou, dat is echt ongelooflijk hoe snel dat gaat. Laten hem zo wel eventjes zien. Want die is echt al op avontuur. We hebben het al helemaal losgelaten. Het is nu 3 dagen later, zeg maar, dat de eerste beelden. En 2 dagen later eigenlijk. Maar het voelt heel vertrouwd. En we dachten gewoon puur door dat bandje. Ja, we hebben die trekkerband. Die bevalt zo goed. Dat de GPS-bandje is dus ideaal. Hij update zeg maar elke 3 tot 6 minuten. Maar je kan ook op live drukken. En dan moet hij het netwerk zoeken van het bandje. Gaan we eens even kijken waar die is. Gaan we eens kijken of we hem kunnen vinden. Net moesten we ook echt even zoeken. Hij heeft echt een schutkleur namelijk. En hij vindt het ook gewoon grappig als wij hem zoeken en hij zit stil. Ja, dan gaat hij niet tevoorschijn komen. Dus eens even kijken waar die heen gaat. Oh, hij gaat naar de buren. Ja, het duurt altijd even voordat hij het netwerk goed heeft. Verspringt een paar keer en die cirkel wordt kleiner. In ieder geval aan de zijkant van het huis. Bij de buren, het hout ook. Gaan we daar eens even kijken of we hem kunnen vinden. Ja, hij zegt voor het hout ook. Sammy. Linksaf. Hier? Ja. Hier ergens moet hij zijn. Ah, hij verstopt zich wel goed. Ik denk in de bosjes. Lijkt wel alsof hij wegrent voor ons. Hij zit nu weer achter de schuur waar we net waren. Daar is hij. Poes. Verstop jij je zo, jongen? Nou, Sammy die heeft de tijd van zijn leven. Hij gaat ongelooflijk verder bosjes in al. Ja, bos in eigenlijk. Na 2 dagen achter hem aangedrempeld te hebben, hebben we het dus al een beetje losgelaten. Dus we moeten hem leren dat hij bij de voordeur gaat mekkeren als hij naar binnen wil. Ja. En voor de rest redt hij zich wel en we houden de trekker in de gaten. We krijgen ook een melding, want we hebben een soort van omtrek ingesteld rondom het huis. Als hij buiten de, nou, een soort van veilige omgeving is, zoals het genoemd. Precies, als hij over de weg zou gaan of te verder bosjes in, dan krijg je een melding. Ja. Maar dit werkt dus heel fijn. Tractiv is deze tracker van. Dus wel heel leuk. Wel abonnement erbij. Wel abonnement. Maar dat komt gewoon inderdaad omdat het gewoon via het mobiele netwerk werkt. Dus daar zijn we heel blij mee. Poes die redt zich wel. Zo, dat ligt mooi daar. Ja, het zijn nog best wat. Ziet het niet echt door de zon, maar inderdaad, deze lagen helemaal begraven onder de jaren van troep. Het is een beetje troep verplaatst uiteindelijk, want nu staat het hier. Maar het komt niet op het huis. Nee, en we gaan het wel goed gebruiken. En hier is het ook mooi opgeruimd. In ieder geval, de ruimte die we wilden creëren, die is gecreëerd. Ja. Nou, nog opruimen, dat bedoel ik, we moeten het zaagste nog doen. Maar de bosjes zijn weg. Het waren echt super rare boomstammen, ja. Onder de platen doorgegroeid. Ja, hele rare stronken die ooit gekapt waren, overal weggroeiden. Die eikenbomen hebben een beetje gesnoeid aan de onderkant. En die staat mooi. Berkenboompje laten we even zien. Zo verstaan we natuurlijk. Kijken of dat nog wat wordt. Prima plekje zo. Ja, even wat meer ruimte. Nu dit nog straks eventjes. K,
Kijk eens even naar onze nieuwe creatie. Een bladkruiwagen. Onze kruiwagen, die kennen jullie inmiddels wel. Dat is dat, dat hele kleine stukje ijzer daaronder. En we hebben hiernaast een oude kattenren afgebroken. Hebben we nog niet eens laten zien. Hiernaast de schuur waar wij aan het opruimen waren afgelopen week. Waar stond zo'n kattenren. Hier zo, helemaal zo'n gazen rek. En dat was dat luik ook ooit voor bedoeld. En ja, die hebben we dus uit elkaar gehaald. Gewoon omdat het helemaal niet nodig was. En dat was allemaal van dat geïmpregneerde tuinhout. En dat dacht ik van ja, daar kunnen wij wat moois mee maken. En ik weet altijd nog dat mijn opa altijd zo'n bladkruiwagen had. En nu de herfst eraan kwam, ja, is die kruiwagen voor ons gewoon totaal niet nuttig. Nee. Daar kan je helemaal niks in kwijt. Dat hebben we al gemerkt met takken zagen en zo. Maar toch hebben heel veel mensen wel gewoon dit formaat. Ja, dat zie je heel veel hier. Maar goed, ja. Ik had dus altijd in mijn hoofd, mijn opa had ook altijd zo'n kruiwagen. En dan had hij zo'n bladrek opgemaakt. Ook van hout en met kippengaas. Ik denk nou, dat gaan we direct doen. Dat heb ik in 2 dagen hebben we dat helemaal in elkaar geknutseld. Ja. Heel mooi ding. Ik ga eens even kijken. Ik ben er namelijk echt heel blij mee hoe het gelukt is. Het is gewoon een frame dat op de kruiwagen ligt. Paar balkjes, steunbalkjes. Ja, ik kan nou niet laten zien wat die vol met blad zit van onze mooie boom. Hij kan er heel makkelijk af. Ja, je tilt hem zo af op en dan kan je hem erop en afzetten. En die kan je zo aan de muur hangen om ergens neer te zetten. Heel mooi gelukt. Voor al dat blad en het compost dat wij hebben, ja, daar willen we nu toch een permanentere oplossing maken. Hebben we al eens verteld dat wij een compostbak willen maken. We hebben daar inmiddels ook al een hele tijd pallets voor staan. En ja, we hebben inmiddels besloten dat dit de plek moet worden waar die moet komen. We hadden eigenlijk 2 opties. Deze plek of daar aan de rand tegen die rand aan. Alleen dat is meer een draaicirkel om het aanhangen. Nou, hier is denk ik toch de beste plek. Ja. Het wordt best wel een groot ding. 3 meter bij een meter. Dat zijn 3 kubieke, ja, eigenlijk iets meer nog. 3,5 meter wordt die. En er komt een dakje op en het worden 3 inhammetjes van pallets dus, waar we dan compost kunnen verzamelen en blad. Deze grote ton, dat is een vuurton, die gaat weg en dit ding moet ook maar weg denk ik. Hè? De baas komt net, dat staat dan ook niet zo handig. Ja, nee. Halen we even uit elkaar, kunnen we wel weer iets van maken. En dan moeten we als eerst deze grond vlak maken, want het is behoorlijk rotsachtig en grind. Ja. Dit moet even vlak maken, gaan we even wat dingen uitzetten. Volgens mij is het ook gewoon heel veel afval. Ja, het is wel weer even goed om er doorheen te gaan. Er lag ook meer verbrande troep en zo. Dus kunnen we even graven, kijken of dat überhaupt wil. We hebben alleen een paar scheppen. We hebben niet echt een pik al wil of zo. Moet wel lukken. Moet wel lukken, ja. Nou, de katten hebben ook een ontmoeting, maar ze vinden elkaar nog niet zo leuk. Nee, dit is Helga voor de duidelijkheid, de buurkat. Dit is Helga en Sammy die zit daarachter. Ja. Die geeft er nog niet zoveel om. Nee, die heeft 1 keer een beetje gebrom, maar Helga die gaat tekeer. Ja, daarom kwamen we hier ook, omdat we een kat horen janken. Helga heeft er niet zo op, mannen. Sammy die slaapt bijna. Ja, weet je, je moet er ook niets tegen doen, je moet zo laten gaan. En hopelijk besterft het. Ja, ik denk het. Want die andere witte katen, die rent achter Helga aan, daar heeft ze niks tegen te vertellen. Dus nee. Ze wil duidelijk laten weten waarschijnlijk dat het, dat ze hier woont. Dat hij niet gewenst is, maar Sammy woont er nu echt, meid.
De laatste schroef eventjes. Vast. Het eindresultaat van vandaag in ieder geval grotendeels. Het is al na het avondeten. We wilden nog even wat in elkaar schroeven, want we hebben die pallets nog even aangepast. Maar dit is hoe het is geworden tot nu toe. We zijn best wel gegroeid met de plant, zoals gewoonlijk. We doen gewoon wat en het verandert terwijl we bezig zijn. Want het is wel heel fijn, want we hadden dus zo'n bult zand dat we bij de trap weg hadden. Naast de schuur. Die hebben we gebruikt om dit op te vullen. Met heel veel stenen. Met stenen, met grind nog, dat we daar ook weg hadden. Ja. Dat lag daar ook nog, dat ligt daar ook nog. En dat gebruiken we om even te stellen daarachter nog. En toen bedachten we van ja, dit is een mooi plateau. Laten we gewoon met allemaal dikke keien gewoon een mooi permanent plateauotje maken. Want het moet natuurlijk niet wegregenen. Nee. Het is zand. Ideaal gezien zou je alles van grind doen, maar dat hebben we gewoon niet. Maar dit... Het is een mooie oplossing, denk ik. Het is nu een mooi walletje. Het is echt best wel groot. We worden dus, nu de beeldvorming wat beter is, 3 baaien van deze soort pallets. 3 uurtjes, zeg maar. Dus deze 2 middelste pallets, die komen rechtop te staan, hier zo. Die moeten dus aan beide kanten dicht zijn. Vandaar dat we deze even hebben dichtgeschroefd met wat resthout dat we nog hadden. Ja, dit is van de buurman. Ja, dat hebben we nog gekregen van de buurman. Wat een mooie schrote. Uit huis, vloerschoten of muurschoten. Hele grote dingen. Fijn. Ja. En dat maakt niet uit wat het is. En je kan ook prima hier gewoon op die stenen staan. Want je moet natuurlijk wel er een beetje bij kunnen. Ja, nou, die baaien die komen tot de rand, zeg maar. En er komt nog een voorkant in, ook van pallethout, dat is het idee. Ja, en we wouden misschien nog een plankje doen, dat je het er makkelijk heen kan rijden of zo. Ja, als je een kruiwagen moet hebben, dan moet je even een rijplankje hebben. Dat is het enige wat je nu met de stenen rand hebt. Ja. Maar het is gewoon mooi dat het er gewoon boven het maaiveld ligt. Want dit is echt wel een waterplek. Je ziet hier wel wat waterkanaaltjes. En uiteindelijk moet hier een drainagepijp komen. Dat is nog een toekomstplan. Die komt hier zo rond. Helemaal langs aan de rand van de oprit. Helemaal naar voren. Want het is gewoon een... je ziet het wel. Het is gewoon een heel spoor van water als het echt regent. Maar dat is het resultaat tot nu toe. Ik ga nog even een beetje passen meten vanavond, maar het wordt een beetje te donker om nog meer te filmen en te laten zien. Ja, ik ben wel tevreden. Zeker weten. Morgenochtend gaan wij het eerst het hout halen, dus voordat we hiermee mee verder gaan, dan is het weer een paar dagen later, denk ik. En dan gaan we nog even wat leuke dingen bekijken. We gaan de stad verkennen. Urebroe even laten zien aan onze ouders, aan mijn ouders, moet ik zeggen. Ja. Ja. Bultje hout. Het is een donker hok hier, maar dit is onze rechterkant van de schuur. Ja, maar het is meer dan wat ik had gedacht. Ja, dat hebben we dus opgehaald vanmorgen. Vertel dat het 3 kuub zou zijn. Dit is dus 1,5 kuub, want we hebben de aanhanger niet in 1 keer helemaal vol gedaan. Het werd gewoon te veel, dus we doen nu 1,5 kuub. En het hout is veel beter dan we vooraf hadden gedacht. Het is echt super droog. Het lag er al meer dan 12-13% of zo. Ja. Ja, het is echt heel droog. Dus dit is al goed om te stoken, dus we hebben een beetje bedacht dat we gewoon meer gaan halen. We zouden sowieso 3 kuub halen, dus morgen of maandag of zo gaan we nog een keer. Halen we de andere 1,5 kuub. Ja. Maar we gaan gewoon nog meer halen. Ja. Omdat het echt goedkoop is en we kunnen ons hout ook nog vol gooien. Deze hoek gooien we dus helemaal vol. Mm-hmm. En dan nog het hele hout ook vol voor dit jaar. Ja, we betalen eigenlijk ongeveer €50 voor 1 kuub gedroogd hout. Ja, dat is heel weinig. Ja. Dus daar zijn we blij mee. Die vrouw die moest er vanaf omdat ze het niet meer nodig was. Het was te veel, wat dan ook voor reden. En dat snap ik ook, want het was heel veel. Ze hadden echt een schuur vol en dan 2 muurtjes gestapeld, maar de rest gewoon ingestort. Nou, het was wel 4 meter hoog. Yeah. Ik denk wel, nou, je kan niet zien hoeveel kubit het was. Het was veel. Het was heel veel. Dus ja, ze was heel aardig, dus we gaan er nog even heen. Ja. En dan stapelen we deze bult op, want het dicht hier nu mooi. En we gaan het gewoon niet stapelen, want het is heel willekeurig hout. Het is dus gemengd hout. Maar dit leggen we mooi in een bult. En dan kan sowieso nog een keer nog zoveel op, 1,5 kuub. Ja. Zolang het niet te veel naar de zijkanten loopt, is het niet erg. En tot we er maar langs kunnen. Kunnen we wel aardig vol krijgen. Ja. En gisteravond zijn we hier geëindigd met het compostplekje. Het is al mooi strak geworden, denk ik. Ja. Het wordt al een mooi breed plekje. We hebben even gekeken hoe we de pallets wilden. We hebben ze een beetje bijgezaagd, zodat ze mooi in elkaar vallen. Randen eraf, zodat ze goed aansluiten. En dit hebben we een beetje af laten lopen naar die kant. Want er komt dan 1 dakplaat op die we gisteren uit de bosjes hebben geplukt. In ieder geval 1,5. Moet even kijken hoe het past. Maar het moet in ieder geval aflopen van het water. En dan niet naar voren of naar achter. Maar naar de zijkant, naar die kant. Dat is het idee. Dus we gaan eens even kijken. Ik denk dat we het gewoon even de achterwand in elkaar moeten schroeven. Ik denk het ook. En dan staat die vast. Precies, en dan kunnen we dan een beetje stellen met wat grind. Als het niet goed staat. Want veel meer grind hebben we ook niet. We hebben in ieder geval een mooi stenen randje. En dan gaan we vanaf daar wel verder werken. Ja.
We denken niet te ver vooruit. Nee. We doen gewoon wat we denken. En het ziet er nu al echt mooi uit. Nee, er moet nog een beetje gesteld worden, maar dat is lastig met die pallets die nog losstaan. Dus ik denk dat we het gewoon moeten vastschroeven. Denk het ook. En dan een beetje heen en weer wiebelen en dan kijken of waar wat bij moet en waar wat onder. Want deze staat bijvoorbeeld wat achterover. Maar het geheel loopt nu wel die kant af, dat zie je wel. Oké, het is echt super veel ruimte. Het zijn dus 3 ruimtes van de kuub en de voorkant dat wordt nog dichtgemaakt, maar dat volgt ook later nog. Oké, volgende stap. Vastzetten. Schroeven denk ik, ja. Ja. We hebben hele grote schroeven, dus gaan we gewoon van de ene kant naar de andere kant schroeven. En we gaan weer verder met onze compostbak. We hebben even lekker worstjes gegrild. Even lekker bij het vuur gezeten. Ja, aan het water. Aan het water, mooi plekje daar bij het meer. Daar even lekker worstjes grillen. Dat is natuurlijk wel een beetje typisch wat heel veel Zweden doen. Ja, ik denk als je hier gaat wonen en je krijgt familie, dat iedereen hier wel een worstje gaat grillen. Een worstje grillen bij het vuur. Nee, was heel lekker. Even een vuurtje maken is altijd leuk natuurlijk. En we hadden een mooi plekje. Ja. En het is nog droog. Dus we kunnen ook weer verder met klussen. Afgelopen 2 dagen zijn we een beetje s'avonds geëindigd met dit. En dan wordt het gauw te donker om wat te doen. En nu hebben we nog een paar uurtjes in de middag. Dus gaan we eens even kijken waar we staan. Ik was dus begonnen met aan elkaar schroeven. Dat is waar we zijn. Tot en met daar. Nou ja, we gaan dus aan elkaar schroeven. En dan moeten we even kijken wat we verder willen. Want het moet even een beetje vastgezet op de grond. Dat er iets in de grond komt dat die niet uitpeilt. Of een steen of iets dergelijks. En dan moeten we even met het dak kijken hoe we dat willen. Af en toe kijken we weer even in onze houtvoorraad. Wat nou het handigste is, want we doen het dus gewoon met wat we hebben. Ideaal gezien maak je hier een heel mooi strak frame van allemaal dezelfde balkjes van. Maar ja, we hebben 2 van die hele lange. En het is een afweging of je 3 deksels maakt of 1 deksel. Maar omdat onze op afloop naar de rechterkant loopt, aan die kopse kant, is het weer lastiger met 3 losse deksels. Die moeten dan weer overlappen, anders loopt het water er weer tussen. We willen eigenlijk 1 plaat gebruiken. Dus dan gebruiken we deze 2 lange en dan wordt het gewoon een zware deksel. En dan allemaal van deze geïmpregneerde balkjes die Anne nu neerlegt ertussen, of erop in ieder geval. Eens kijken of dat gaat lukken. We pakken die dakplaat zo eens even. Nooit lang genoeg. De progressie van de dag. En het was wel weer even een hoop uitzoeken. Het was veel gepuzzel. Veel gepuzzel, ja. Ja, we hebben dus even met die dakplaten geprobeerd hoe het komt. Maar het moet natuurlijk wel afwateren. En dan hebben we al een paar keer lopen puzzelen. Maar we willen niet dat het afwatert aan de voorkant, maar aan de zijkant. Ja. Nou, en 1 deksel dat werd te zwaar, dat is nu de conclusie. Dus het worden losse deksels. Maar we hebben dus nu wel de afloop, zeg maar, naar rechts. Meer naar rechts gemaakt. Want we hadden het hele plateau al naar rechts gezet. Gewoon voor het afwateren van het water onderling. Meestal. Ja, dus die dakplaten die hadden weer ribbels. Dus er bleef wat water op staan. Dus nu hebben we een mooi verloop gemaakt. Overal hebben we planken gemaakt. Waar de deksels op kunnen komen liggen. En ja, de deksels, dat wordt nog een hele puzzel met die golfplaten die we hebben. Platen, golfplaten zijn er niet. Het zijn takplaten. Die. Want dat zijn maar kleine stukjes. Dus we moeten er even doorheen en dingen aan elkaar maken. Dus er moeten frames komen. En het moet ook niet tussen de losse deksels door kunnen druppen, dus ze moeten overlappen. Dus er zit weer een volgorde van open en dicht doen. Maar goed, stap voor stap en we hebben weer een lekker paar uurtjes kunnen puzzelen. Ja. Maar het wordt al heel mooi. Ik vind het ook. Ik vind het sowieso al mooi hoe het eruit ziet. Dus, ja, en allemaal met, we hebben de pallets gekocht, maar voor de rest ook. Ja, de pallets gekocht, die hebben we voor een paar euro in Eurobro gekocht. Omdat we kunnen wel, we hebben al, die hebben we gratis. We waren niet goed formaat. Nee.
dat is een Europa, dat is 180 bij 120. En we wilden gewoon vierkante meters. Dus deze zijn 115 bij 115. We wilden vierkante. Dus je hebt zo'n pallethandelaar en die kan je gewoon voor 3 euro volgens mij zo'n pallet kopen. Dus we hebben een hoop gekocht. Maar inderdaad, alles met gebruikte materialen moet het lukken. Behalve de schroeven, is er nieuw. Een andere dag is er weer een nieuw moment om verder te gaan. Ja. Deze tijger heeft de plek van zijn leven hier. Alles wat beweegt en zoomt en vliegt en springt, dat vreet hij op. Ja. En hij trekt... Vulkanen veel, hè? Ja, hij heeft soms af en toe een gekke 5 minuten, loopt hij te springen en dan rent hij de bomen in en weet ik wat hij doet. Hij is heel blij. En hij wil ook, als hij weer even binnen is, dan wil hij ook heel gauw weer naar buiten. Maar hij ligt soms echt, dus hij, gisteren was hij ook echt de hele dag buiten. Uitgeteld. Ja, dan was hij echt knock-out. Dan heeft hij op de bank gelegen. En het is wel grappig, want we kunnen in die app kijken hoe actief katten zijn. En hij is echt heel actief, vergeleken normale katten. Ja, echt. Tijger. Ja, hij is wel blij hier. Helemaal op zijn plek. Het is ook wel gewoon net een kat voor hier. Ja, het is... Overal waar wij hem ook hadden, het is wel een beetje een jager. Het is wel echt, ja. Prachtig. Precies, echt een buitenkat. Maar het is een buitenkat, maar het is ook echt een knuffelkat. Het is echt een troetelkat, ja. Echt een knuffelkat, inderdaad. Nou, muizen vangen. We hebben gisteren, of Sammy of Helga, die liep met een muis in zijn bek. Alleen, het onderscheid maken tussen hun twee is ook nog best wel moeilijk. Ja, Sammy is iets groter. Maar dat zie je niet van een afstand echt. Nee. Niet makkelijk. We willen hem alleen nog niet alleen 's nachts buiten hebben. Dus als het donker wordt, dan lokken we hem naar binnen. En dan blijft hij ook binnen. Want dat is toch even anders. Nu is hij gewend dat als hij schreeuwt dat iemand de deur voor hem open doet. Maar dat is dan dus niet. Dan moet hij ook nog even leren dat hij dan maar een plek... In de schuur of zo. Ja. Maar hij wil wel heel graag naar buiten staan, zo, maar dat doen we nog niet. Nee. Nog iets te vroeg. Hier, beweegt. Opeten. We gaan ook wat eten. Het is wel echt ongelooflijk hoe mooi onze boom nu is. Ja, met de zon is het nog veel mooier, die gloed. Maar hij gloeit echt. Helemaal oranje geel. Ja, de laatste blaadjes groen, dat zijn, ja, die verdwijnen ook. En filmen altijd tegen de lucht in, dus je ziet het altijd weer wat anders. Maar hij is zo mooi. En het blad, dat valt ook echt al behoorlijk. Ja, zo zie je het wel beter. Even een beetje de lucht overbelicht, maar dan zie je de kleuren van de boom wat beter. Mooiste boom van de straat. Echt wel. En er komt nog heel wat blad af ook. We hebben net weer SFI-les gehad en we dachten, we halen gewoon nog even wat op. We rijden direct door. Ja. Dus vlakbij waar we SFI hebben. En we kopen gewoon in totaal nog wat meer. Ja. Moet je eens kijken wat een schuur dit is, ja. Ja, dat is niet normaal. Ik heb nooit zoveel hout bij elkaar gezien. We proberen telkens een beetje te harken, maar... Ligt daar nog, ja, je ziet er niet eens, maar er voorbij daar ligt het tot aan de nok zelfs. Wel. Ja. Ongelooflijk. Maar we harken het een beetje naar beneden. En dan gaat de aanhanger goed vol straks. Ja. En dit is dan die mega grote bult geworden. We hebben een paar keer laten zien even met de telefoon hoe we het ophaalden. En we hebben even laten zien in het begin, maar we hebben dit toch veranderd. Want we hebben toch besloten om wat meer te halen. In totaal 7,5 kuub losgestort is het. Ja, inderdaad. Omdat het hout zo goedkoop was en het was gewoon heel goed droog, ja, besloten we gewoon om wat meer te halen. Want ja, we konden nog 3 kuub kwijt in ons hout ook voor dit jaar. Maar ja, omdat het dus, zoals ik al zeg, echt goedkoop was en een hele mooie kans was. Die vrouw die wilde dus echt van al haar hout af. Ja. Besloten we gewoon om meer te kopen, want we kunnen het hier heel mooi kwijt. En in het begin hadden we dus het tegen die hoek aangestort. Maar toen we dat bij die vrouw ook zagen hoe hun dat deden, als je echt, ik kan niet bedenken hoeveel kuub zij hadden. Dat was echt een ongelofelijke schuur. Maar zij hebben dus langs alle muren van de schuur zelf, hebben zij muurtjes gemaakt, gestapeld. Dat hebben wij dus nu ook gedaan. En daar storten ze het los in. Want anders ligt het veel te veel tegen de wanden van de schuur in. Ja, veel te zwaar. Veel te zwaar wordt het op een gegeven moment. Dus we hebben even die 1,5 kuub, die eerste die er lag, even weggehaald. Even een muurtje gemetseld achterom. En dus ook helemaal voorom. Want dit is een ronde muur. En het was even puzzelen. En als je deze bult ziet, ja, zou je dan zeggen dat het 7,5 kuub was? Het is, ik denk wel meer. Ik zou het echt zeggen dat het veel meer is. Ja. Maar we zijn nu echt met het verschil van stapelen en los storten erachter gekomen hoeveel ruimte het scheelt. Ja. Als je stapelt, dus je veel meer kwijt kan. Want in die muren zit al, denk wel 3 kuub zowat. In die achterste 2 muren, 2,5 of zo. Die eerste 1,5 kuub waren we al bijna helemaal kwijt in dat muurtje. En die is zoveel hoger gegroeid. Maar dat los gestort, dat was ook geen hout waar je alles mee kon stapelen. Want dat was echt te willekeurig. Zo hadden hun het ook niet gekloofd en gezaagd. Nee, klopt. Dus als je dit allemaal moet stapelen, dan was het echt heel lastig geweest. Dus, had niet gekund. Wij zijn er in ieder geval wel voor, los gestort hout.
Ja. En heel veel Zweden doen dat ook. Er zijn heel weinig, of heel weinig kan je niet zeggen, maar in ieder geval onze buurman doet dat ook. Die heeft gewoon een hok en die start helemaal vol met hout. En soms met een lopende band zelfs schieten ze erin. Nou, vaak is het een beetje zo, als je echt de ruimte hebt, dan kiezen ze liever voor zo min mogelijk werk. Maar ergens als je gewoon weinig ruimte hebt, dan moet je voor de ruimte kiezen toch om te stapelen. Precies, ja. Als je de ruimte hebt en hout is je hoofdverwarmingsbron, dan waarom dan niet losgestart? Want dat scheelt je ongelooflijk veel tijd. Ja. Wij gaan kijken hoe we dat in de toekomst gaan doen. Maar dit hout ook is dus extra. Dit is dus 7,5 kuub. En ons hout ook daar ligt voor dit jaar ligt denk ik... ik denk 9. Nou, iets meer hoor. Want ik denk dat het 3 kuub uitmest. Ik denk 8 tot 9 kuub. Ja. We gaan gewoon eerst beginnen denk ik met dat. Kijken hoe ver we komen. Want we willen ook heel graag dat oude hout ook op hebben. Ja, omdat het ook niet echt fijn gestapeld is. Nee. En we willen gewoon nu echt weten hoeveel we precies gaan stoken. Ja, ons hout ook hier, dat jullie al zo vaak hebben gezien. Dat is dus de zijde, die deur voor volgend jaar, die wij gevuld hebben. En deze zijde, de andere helft van het hok, ja, dat is dus die van dit jaar. Kunnen we eens even inkijken wat we hebben gedaan. Dit is dus de scheiding, dit hebben wij allemaal gevuld. En dit is dus wat de status van ons hout ook van dit jaar. Ja, daar hebben we dus heel veel over nagedacht. Er ligt heel veel verschillend hout, we hebben er wel wat bij kunnen gooien. Voor die oude dode boom, dat is heel erg droog. Dat ligt helemaal bovenlangs. En dat zijn deze takken ook. Maar ja, dit was het. Dus het was, ik denk dat het nog 8 kuub was of zo. Ja. Niet heel veel. Het hout, dat blijft een lerend proces natuurlijk. We hebben er alles aan gedaan nu. En dat dachten we toen ook al. Maar nu hebben we echt alles. En we hebben echt zat hout. Geeft een heel fijn gevoel dat we nou gewoon kunnen stoken. Wanneer we dat zouden willen. Want het is nu al een beetje een kwakkelperiode. In huis wordt het ongeveer 18 graden, 17. En wij hebben het niet zo snel koud. Nee. Maar ja... Mijn ouders die hebben het iets sneller koud, dus dat merk je dan ook al. Dat zijn gewoon mensen, dat verschilt ook. Sommige mensen steken eerder de kachel aan dan anderen. Klopt. Maar wij hebben wel een beetje in deze overbruggingsperiode dat we het niet heel snel zouden doen. Zeker niet met het oog dat we niet heel veel hadden. Maar nu maakt het allemaal niet zoveel uit. Maar we weten dus wel dat het vanaf november stook je sowieso. Ja, dat denk ik ook, ja. Oktober is nog een beetje zo'n twijfelmaand, ja of nee. Ja, dadelijk. Het is nu nog best wel mild, maar het is nu wel regenachtig weer, maar het vriest nog niet s'nachts. Nee. Als dat gaat gebeuren, dan koelt het huis echt wel verder af. Dus dan zal het vast sneller gaan met het stoken. Maar de kachels doen het goed, dus dat is heel fijn. Dat vinden we helemaal niet erg. En dan het projectje, de compostbakken. Ja, dit is een project dat gewoon tussendoor wordt opgevuld. We zijn hier namelijk gewoon mee begonnen, omdat we even tijd over hadden. Maar dit is wel een project wat geen prioriteit heeft. Dus we doen het een beetje tussendoor. En we merken dat nu mijn ouders hier zijn, dat we heel veel andere dingen ook doen. Andere projectjes, kleine dingetjes, samen leuke dingen doen. Dus dit zien jullie later meer van. Dat gaan we niet direct alle minuut afmaken. Nee, maar een mooie start gemaakt. Ja, en ik wil het ook wel graag snel af hebben, want we hebben een goede basis en er zou al wat kunnen liggen, maar het dak moet nog. En dat is even het lastigste en de deurtjes. Maar dat komt helemaal goed. Maar daar gaan jullie later meer van zien. Want het is inmiddels wel nodig om een goede compostbak en een bladerbak te hebben. Want die bladeren die vallen nu echt heel snel. De natuur verandert enorm snel nu. Het is voor ons nu 9 oktober. Ja. En deze boom die is ongelooflijk mooi. En die valt met de nacht ongelooflijk veel uit ook. Het is nu op zijn rood, denk ik. Op zijn oranje. Ja, er is nu niks meer groen. Nee, er zit nog een beetje geel onderaan inderdaad. Maar hij valt zo erg uit. Dit is allemaal van een paar dagen natuurlijk. Maar afgelopen nacht is er heel veel gevallen. Even een ander aanzicht van de voorkant. De lucht is een beetje fel, maar zo zie je de kleuren wel beter. Heel fel oranje. Geel. Het is echt ongelooflijk mooi deze boom. Maar er komt natuurlijk heel veel blad af. Dus dat gaan we de komende tijd ook opruimen. De bladblazen die ik eventjes heb laten zien. Die wij van mijn zus hebben gekregen die het niet deed. Ja, die gaan we dus goed gebruiken als hij goed bruikbaar is straks. We hebben nog een onderdeeltje dat erop moet. Maar ja, die is denk ik wel onmisbaar straks hoor. Ja. Ongelooflijk veel blad joh. En dit is nog niet eens 1/10 waarschijnlijk. Nee, de hele boom zit eigenlijk nog vol. Er gaat heel veel meer komen. Ook de appelbomen. Ja, die linkerboom die zit alleen maar vooral met verrotte appels. Maar deze boom, ja, die appels die vallen er met bosjes tegelijk uit. Elke dag een paar emmers vol. Ja, daar komen we gewoon eerlijk gezegd niet aan toe om nog veel meer mee te doen. Het was leuk om er iets mee te doen. Maar dat is een klus voor volgend jaar. We gaan hem heel goed trimmen, dat is het idee. Ja, het was geen succes dit jaar. Nee, ze hebben gewoon voedingstekorten. Die putten die erin zitten, dat hebben we al uitgebreid over verteld. Zie je hem? Ze zijn wel rijp. Ze vallen eruit. Maar goed, dat is ook een project voor later. Maar we hebben wel geluk gehad. Want we hebben dus laatst op een avond, toen jij in bed lag, hoorde je opeens 6. Nou, misschien wel 8 wilde zwijnen. Ja. Dus we weten 100% zeker dat dit wilde zwijnen waren. En dat wilde zwijnenpoep was.
En toen waren we laatst in de buurt een beetje aan het rondlopen. Zo, en toen zagen we dat het hele gras bij de mensen omgeploegd was. Bij de buren, ja. Echt niet best. Dus we hebben echt geluk gehad. Ja. Eigenlijk heb je juist een beetje weggejaagd, want je tikte per ongeluk op het ja. Ja, het was 11 uur of zo s'avonds tot ik ze hoorde smakken. En ja. We ruimen normaal altijd alle appels op. Maar die dag hebben we gezegd, zullen we ze een keer laten, laten liggen. Dus we hebben een paar ringetjes van appels gemaakt met mijn ouders. En we hebben ze laten liggen. En s'avonds 11 uur. En ik hoorde gesmak. Annemiek was muziek aan het luisteren. Ik denk, wat is dit? Nou, echt groepvol. Ja. Allemaal zwijnen hier. Maar ik denk dat eentje was al zo groot. Dat was echt een massief beest. Ja. Maar ja, dat... Dat moet je dus niet doen. Dus daarom ruimen elke dag de appels op. Dat moet je niet doen, want bij de buren verderop is het echt een hele gezond, helemaal omgeploegd. Ja, dus dat is echt bizar. En geluk gehad. We moeten ook niet te vroeg juichen natuurlijk, want je weet het nooit met die beesten. Maar goed. Nee, en de reeën eten ze ook. We hebben wel heel veel reeën in de tuin. Paar reeën in de tuin. En een das in de tuin, die hebben we ook gespot. Dus, en die reeën eten ook de wilde appels. Ja. Van ons wilde appelboompje. Ja, genoeg te zien hier. Ja. Wie weet krijgen we ooit een wildcamera. Dan kunnen we het laten zien. En nog een update over ons muizenverhaal. De afgelopen week kan ik bijna al zeggen, hebben we geen muis gehoord in huis. En Sammy ook niet. Nee, waardoor het nou komt, we weten het niet. We hebben muizen vallen gezet. Klemmen, maar ook vallen waar je ze kan opvangen. In een emmer. En Emmer, geen enkele muis gezien, niks gehoord. Nee. Dus het is gewoon afwachten. Als het weer kouder wordt, kunnen ze zo weer binnenkomen. Want we weten nu ondertussen wel dat die blokjes hout die ik heb gemaakt, ja, die hebben echt niet voldoende, die werken niet voldoende. We leren elke keer weer heel veel nieuwe dingen. En we komen steeds achter nieuwe dingen. Maar dit is een oplossing die we nog sowieso al besteld hadden. Muizengaas. Hebben we ook heel veel tips van jullie van gekregen. Ja, alleen, we lopen een beetje achter met de vlog. Dus vaak als we een tip hebben, dan hebben we het soms ook al in huis. Dan waren we er al mee bezig. Muusnet. Yeah. Muusnet heet het. En dat gaan we dus ook nog plaatsen in de gevel onderlangs. Is het plan. Dus even kijken hoe dat gaat. Want dat is lastig met niet met vastzetten, omdat je er gewoon heel moeilijk bij kan. Ja. Maar dit is wel iets waar ze niet doorheen kunnen. En dat kan je ook in gaatjes proppen als bolletje en weet ik het. En we hebben nog staal, wol van die brillo's. Mm-hmm. Dus het muizenverhaal is nog niet voorbij. Want ik denk dat als het kouder wordt, dat ze echt nog wel binnenkomen. Ja, en als dat niet zo is, dan ga ik er toch echt vanuit dat Sammy goed zijn werk doet ergens. Precies. Maar goed, de meningen zijn heel erg verdeeld. Hè? Kan een muis nu tegen een muur opklimmen, dan klimmen ze bij je raam naar binnen. Ja. Ik weet het niet. Sommige dingen zijn gewoon, je weet het niet. Nee, maar. En er is ook een verschil tussen een muizenplaag en af en toe muizen in je huis. Kijk, een plaag die komt natuurlijk op alle manieren binnen. Dan heb je invasie van beesten. Maar er moet natuurlijk wel een ingang zijn. Daar hebben we heel veel over verteld. Dit gaan we nog plaatsen. Dus dat zien jullie ook nog. Maar hij doet goed zijn best, denk ik. En die is nu s'avonds ook al wat buiten. S'nachts nog niet. Dus hij vangt hopelijk een hoop veel beesten. Een hoop muizen en beesten rondom zijn huis. En het is ook wel leuk om te vertellen. Want we hebben natuurlijk het kattenluikje in de schuur laten zien. Daar maakt hij ook echt gebruik van. Ja. Want vaak op onze tracker, op onze GPS-app kunnen we kijken waar die is. Dan zit hij best wel vaak toch in de schuur. Zo. Ja. Nou ja, en dat hij een keer s'nachts alleen buiten blijft, dat moet nog komen. Dat volgt dan wel. Ja. Deze video is over een iets langere periode opgenomen. En we hebben iets minder klusjes gedaan, gefilmd, dan dat wij voorheen deden. Ja. We wilden vooral genieten van mijn ouders die er nog zijn, nog een klein weekje. En de tijd die we hier hebben. En we doen nog veel dingen samen. Ja, dat vonden we heel belangrijk voor nu. Ja, maar de kleine klusjes die gaan gewoon door natuurlijk. We willen jullie in ieder geval wel heel erg bedanken voor het kijken. En de leden willen we natuurlijk ook heel erg bedanken. Ja, heel leuk dat we nieuwe leden bij zijn. Heel erg bedankt. En we hopen dat jullie er allemaal weer bij zijn bij de volgende vlog. Doei doei! Doei, doei.